Hier achter me zie je Jacobs kruiskruid. Jacobs kruiskruid is giftig en je zou hem eventueel kunnen verwarren met Sint-Janskruid. Zoals je ziet is het, de bloemen zijn heel anders. Ze hebben geen 5 kroonbladen, maar ze zijn een lid van de composietenfamilie. De bloemen van de Jacobs kruiskruid heeft namelijk lintbloemen en buisbloemen. Ook zie je dat het blad er heel anders uitziet dan het blad van de Sint-Janskruid. Als je het blad van de Jacobs kruiskruid tegen het licht houdt, zie je geen witte puntjes. En je ziet altijd deze rupsen op Jacobs kruiskruid. En die vind je niet op Sint-Janskruid. Dus nu kan je deze twee verschillende planten niet meer met elkaar verwarren, omdat ze echt wel er heel anders uitzien.